Ik sta vandaag bij het beeld, het herdenkingsbeeld van de bombardementen in Bezuiderhout, Den Haag. Geplaatst door de gemeente Den Haag. En over de bombardementen in Bezuiderhout tijdens de oorlog gaat deze video. Dit is een vervolg van de vorige video over de V2 in Wassenaar. De Haagse wijk Bezuiderhout is door een vergissing gebombardeerd. De geallieerden hadden het op 3 maart 1945 eigenlijk gemunt op de V2-installatie. Dit waren geavanceerde V2-raketten waarmee Duitsers de oorlog alsnog wilden winnen, onder andere door de raketten af te vuren op Londen. Het bombardement op Bezuiderhout was de opeenstapeling van fatale fouten door het Engels leger. Deze had namelijk coördinaten omgewisseld. De coördinaten die ze verkregen van het ondergrondse verzet in Wassenaar waren namelijk wel juist. Tevens ook was windkracht verkeerd ingeschat. Door het slechte weer kwamen de bommen op de verkeerde locatie terecht. En miscommunicatie onder de leiding, verkeerstoren en roekeloos gedrag door de piloten. Laag over dat mijn moeder zei: weet je wat we doen? We gaan naar de familie van Brienne. We gaan naar de schuilkelder. We hadden onze pyjama aan, want dat was morgens om 8 uur ongeveer. We kregen een jas aan en iets aan onze voeten kennelijk. Mijn broertje werd in een deken gewikkeld. Ze waren nog niet koud in de kelder. En toen begonnen de bommen te vallen. Echt, het was een vreselijk lawaai. Je voelde de luchtdruk. Want er was een klein raampje daarin. Dus we stonden helemaal met onze oren dichtgeklapt. De eerste serie bommen komt terecht op het Haagse Bos. Dit kwam door het foutief bestuderen van de luchtfoto, dacht men daar tussen de 15 en 30 V2 raketten te zien staan. De tweede serie bommen worden gegooid op 3 maart 1945 omstreeks 9:08 en door de vliegtuigen van de RAF nummer 320 squadron. Dit is squadrons Meesbroek. Boven de stad was het zicht 8 à 10 bewolkt. Toch besloot piloot overste Mitchell om op blind te bombarderen, zo ook de andere squadrons in zijn formatie. Even voor 9:00 begonnen de eerste bommen omlaag te tuimelen met hun dodelijke lading op Bezuiderhout. Door deze fout kwamen 550 mensen om het leven en raakten 250 mensen gewond. Daarnaast waren er zo'n in het totaal 30.000 mensen het slachtoffer geworden van deze ramp. Mensen raakten dakloos, met name door de brand die ontstond na de bombardementen en door een gebrek aan goede brandblusmiddelen. Ook had de brandweer nog geen ervaring had met branden op zo'n grote schaal. Elke jaar herdenkt de stichting
herinneren aan 3 maart 1945. De mensen die omgekomen zijn in dit bombardement. Dit gebeurt bij het beeld van Juliana van Stolberg op het Juliana van Stolbergplein. Tevens is er een herdenking en monument bezuidenhout op de algemene begraafplaats Kerkhoflaan Den Haag. Bedankt voor je aandacht, hoop dat je deze video zal like en wil wordt van ons kanaal.